De wereld ligt aan onze vingers, in informatie, producten en diensten. Bijna alle sectoren zijn veranderd door disruptieve aanbieders. We zijn kritischer dan ooit. Voor organisaties is het ook steeds moeilijker om klanten aan te trekken en te behouden. Opbouwen van relaties is nog lastiger. Als iemand iets zoekt, dan is het belangrijk dat jouw organisatie de klantbeleving zo optimaal mogelijk maakt. Customer experience raakt alles. De beleving van een individu is de optelsom van alle momenten met jouw organisatie. Van een social media post, tot een e-mail, van een gesprek, tot het online bestellen. Alles wat jij ziet en hoort, bepaalt de ervaring. En daarmee raakt het dus breed aan alle facetten van een organisatie. Al ruim 20 jaar hou ik me bezig met het vormgeven en besturen van klantbeleving. Vanuit wetenschap, onderzoek, consultancy en management heb ik mogen ervaren wat er allemaal bij komt kijken. Customer Experience Management helpt de organisaties beter begrijpen van mensen en hun behoeftes. Om keuzes te maken vanuit de eigen kracht, het merk, de organisatiewaarde. En met een concrete doorvertaling naar alle facetten van de organisatie. Zo realiseer je je doelen. Iedere CX-uitdaging kun je in enkele stappen aanpakken. Waar lopen jouw klanten tegenaan? Waarom worden klantdoelen niet behaald? Waar zit de kern van jouw uitdaging? Je verandering begint met een scherp vertrekpunt. Hoe ziet jouw Customer Experience visie eruit? Welke doelen wil je ermee behalen? Hoe wil je het verschil maken? Hoe ziet dan de gewenste beleving eruit? Voor draagvlak moet je waarde kunnen aantonen. Wat levert het financieel op? Welke investering vraagt het? Oftewel, hoe is de business case? Van ontwerp naar executie vraagt actie. Welke processen en applicaties zijn er nodig? Hoe monitor je de verandering? Heb je de juiste data? Wat vraagt het van je medewerkers? De verandering vertalen we samen in realistische stappen. Met doelen en een duidelijk verhaal. Wat gaan we doen? Met wie? Hoe is de werkwijze? Wat levert dat op na iedere stap? En dan bouwen. Realiseer de verandering in een organisatievorm die bij jullie past. Ongeacht de vorm is het belangrijkste dat je aantoonbaar maakt wat het oplevert. Dus meet je initiatieven en deel je resultaten. Relevantie begint bij oog voor menselijke behoeftes. Maar echt relevant zijn valt of staat met de doorvertaling in de haarvaten van de organisatie.